Hey guys, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik laten zien wat er op mijn fall bucketlist staat. Een tijdje geleden heb ik ook een summer bucketlist gedaan. En dat is dus een bucketlist met allemaal dingen die ik wilde doen in de zomer. Je kan het niet heel goed zien, maar hierachter hangt hij nog steeds op mijn muur. Maar het is natuurlijk herfst nu, dus ik vond het wel tijd voor een nieuwe bucketlist. Namelijk een fall bucketlist. En ik heb best wel veel dingen van mijn bucketlist in de zomer gedaan. Dus ja, het leek me ook wel gewoon leuk om dat dan ook in de herfst te doen. En ik heb dus nu een bucketlist. En dit is dus de bucketlist geworden. Zo ziet hij eruit. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. En ik heb gewoon voor inspiratie een beetje op Pinterest gekeken naar allemaal andere herfstbucketlists. En zo heb ik een beetje dingen gevonden die mij leuk leken om te doen. Ja, ik ga dus nu gewoon vertellen wat er allemaal op mijn bucketlist staat. Het eerste dat erop staat is make fall pictures. Ik heb trouwens alles in Engels geschreven, maar ja, ik zal het wel gewoon even vertalen. Maar dat is dus in ieder geval herfstfoto's maken. Dan staat er op carve pumpkins. Dat is dus een pompoen uitsnijden. Ik weet niet de precieze vertaling, maar je snapt wel wat ik bedoel. Dus voor Halloween bijvoorbeeld zo'n pompoen uitsnijden. En dan iets leuks, een leuk gezichtje of zo eruit snijden. En dan gewoon een kaars erin. Zodat het een leuke versiering is voor Halloween. Het volgende dat erop staat is warme chocolademelk drinken. Ik heb het eigenlijk al gedaan, dus ik kan hem al afstrepen. Maar ik wil het eigenlijk gewoon vaker doen in deze herfst. Want het is wel echt iets dat erbij hoort. Make fall playlist. Dus een herfstplaylist op Spotify. Maar ik heb dus ook al een playlist gemaakt voor de herfst. Dus in principe kan ik deze ook al afstrepen. Maar ik vond het gewoon leuk om er nog steeds op te zetten. En ja, ik zal even mijn playlist laten zien. Dit is mijn fall playlist voor dit jaar. Ik heb hier ook zo'n fotootje gedaan zoals je ziet. En dat heb ik bij al mijn playlists gedaan. Het volgende dat erop staat is cozy days with friends. Dus lekker cozy met kaarsjes. Gewoon lekker chillen met vrienden. En misschien gewoon een leuke film kijken of zo. Maar in ieder geval een lekker cozy dagje. Dan heb ik herfstkleding shoppen. Ik heb het eigenlijk ook al gedaan. Ik heb lekker online geshopt. Maar ik wil eigenlijk ook nog gewoon lekker naar Den Haag in de stad. Deze trui die ik nu aan heb, is ook nieuw. Het is gewoon een grijze trui en hij is echt heel erg lekker zacht. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En ja, eigenlijk kan ik dat ook wel een beetje afstrepen. Dan heb ik go for a morning run. Dus lekker hardlopen in de ochtend. Heel vaak regent het in de ochtend. Dus dan kan ik uiteindelijk niet gaan hardlopen, terwijl ik het wel wil. Maar ja, ik wil dus gewoon een keertje lekker gaan hardlopen in de ochtend. Dat je echt die frisse ochtendlucht hebt. Dan heb ik erop geschreven crunch leaves. Dus als je op die blaadjes gaat lopen, hoor je echt altijd zo'n crunch. Dat vind ik echt heel grappig. Dus ik dacht, dat schrijf ik er gewoon op. Want dat gaat ook sowieso wel gebeuren. Sleepover with friends. Dus lekker logeren met allemaal vriendinnen en zo. Dit gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren. Want in de herfstvakantie ga ik sowieso wel logeren met vriendinnen. Dan heb ik opgeschreven naar Amsterdam gaan. In de herfstvakantie wil ik dus echt heel graag naar Amsterdam. Want daar heb je ook een Urban Outfitters en Brandy Melville. En daar wil ik heel graag naartoe. Dus daar ga ik sowieso heen in de herfstvakantie. Want mijn zus en ik willen daar ook heel graag heen. Dus dat gaat ook sowieso gebeuren. Dan heb ik opgeschreven paint nails a fall color. Dus gewoon mijn nagels lakken en dan in een herfstige kleur. Ik heb nu echt een heel licht kleurtje die je bijna niet ziet. Het lijkt eigenlijk een beetje op mijn huidskleur, maar ja. Dan een movie night. Dus gewoon lekker de hele avond films kijken. Fall baking. Dus lekker herfstkoekjes bakken. Ja, herfstkoekjes. Ik weet niet echt of dat bestaat. Maar in ieder geval lekkere koekjes bakken of een taart bakken. Gewoon iets bakken dus. Dan heb ik opgeschreven vloggen. Dus er komen hopelijk vlogs aan. Want ik vind vloggen echt heel erg leuk om te doen. Maar ik wil wel altijd dat het een leuke vlog is. En ik vind het persoonlijk niet heel leuk om te weekvloggen. Want ja, ik doe niet elke dag iets interessants. Maar als ik dus iets leuks doe met vriendinnen of zo, vind ik het wel heel erg leuk om dat te vloggen. En er dan gewoon één vlog van te maken. Buy candles. Dus lekker kaarsjes kopen. Ik heb er hier ook al twee achter me. Maar ik hou echt van kaarsjes. Ik ben er obsessed mee. Dus als deze kaarsjes op zijn, ga ik sowieso nieuwe kopen. Herfstvideo's maken. Nou, ik maak nu eigenlijk al een beetje een herfstvideo. Maar lekker van die cozy video's. Gewoon in oktober en november. En daarna komen natuurlijk lekker kerstvideo's. Dus ik vind het altijd heel erg leuk om mijn video's een beetje aan te passen aan het seizoen. Dus in de zomer probeer ik altijd zoveel mogelijk zomervideo's te maken. Zoals vakantievlogs en zo. En in de herfst doe ik dus lekker cozy video's. Dan heb ik opgeschreven Halloween party. Ik doe zelf niet echt aan Halloween. Vroeger ging ik wel rondlopen en dan trick or treat en snoepjes en zo aan de deur. Maar dat doe ik nu niet meer eigenlijk. Maar het leek me wel gewoon leuk om met mijn vriendinnen iets met Halloween te doen. We komen een beetje aan het einde toe. Maar in ieder geval staat er nu skateboarden. Doordat dit het slecht weer is, kan ik eigenlijk niet meer heel vaak gaan skateboarden. Wat ik wel in de zomer altijd doe. Maar daarom heb ik het opgeschreven omdat ik wel gewoon nog wil skateboarden in de herfst.
Dus gewoon een keertje met vriendinnen of zo. Dat was dus alles wat er op deze bucketlist staat. Ik moet nu natuurlijk wel gewoon alles gaan doen. Maar ik heb nog genoeg tijd. En ja, ik kan deze nu eindelijk lekker op mijn muur gaan hangen in plaats van die zomer bucketlist. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien en dat jullie er misschien iets aan hadden. En ook zelf een fall bucketlist gaan maken. Zo ja, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet had gedaan. En doei, tot de volgende keer.